Want Bernie, een goedemorgen natuurlijk. Goedemorgen. Nieuwste tv-technieken, bijzondere projectors, oplossing voor als je het zat bent. De kleur van je auto. Ga je het zo omschrijven? Heb je dat opgeschreven? Ik denk, nou ja, wat heeft nou de kleur van je auto te maken met de nieuwste tv-technieken? Dat vroeg ik me even. Nou, nee. Het... Sorry, die BMW van de week, hè? Ja, dat klopt. Buitenkant. Kijk, we hebben natuurlijk de CES gehad afgelopen week. De ene zegt CES, de andere, maar er zitten geen puntjes tussen. Nee, je mag ook 6 zeggen. 16.022 is geweest. En daar worden eigenlijk altijd de nieuwste concepten in elektronica gedeeld. Mm-hmm. Heel veel van die dingen die zul je uiteindelijk niet in de winkel hier zien liggen. Het zijn altijd vaak ideeën. Ze kijken altijd een beetje van, goh, hoe reageert het publiek erop? En kunnen we daar iets mee doen met andere producten? Ja. En een van die dingen was inderdaad die BMW. Nou, ik heb helemaal niks met auto's. Dus ik ben al blij dat ik nog weet welk merk het is. En zeker niet als je op een gegeven moment niet meer weet wat de buitenkant van de auto is. Dat je denkt van, ja, het kan elke kleur zijn. Ja, dat klopt. En dat is het mooie ervan. Er zit een techniek in dat. En dat vond ik wel best wel interessant. BMW heeft een auto gepresenteerd waar je eigenlijk het uiterlijk van de auto kunt veranderen. Ja. Je kunt daarin het zit helemaal vol eigenlijk met e-readers, hè, aan de buitenkant. Ja, dat klopt. Er zit een soort van e-ink scherm in en dat kost heel weinig stroom. En dat kan heel makkelijk wisselen van kleur. Wit en zwart in dit geval. En zo kun je eigenlijk je auto aanpassen aan je gevoel. Maar ja, ook het is nu nog wit en zwart, maar dat kan natuurlijk straks in de toekomst elke kleur zijn. Is op zich wel milieuvriendelijk, want je hoeft niet meer allemaal van die milieubelastende verf te gebruiken. Nee, en het proces. Nee. Ja, dat klopt ook. En ik denk dat het voordeel heeft met warmte en kou. In de zomer en in de winter, in de weerkaatsing daarin. Ja. Ik weet niet of e-ink daar ook effect op heeft, hoor. Maar normaal gesproken is dat wel zo. Oh, je noemt bij het auto's, e-ink? E-ink, e-ink. Zo heet dat. Het zijn eigenlijk allemaal draaiende bolletjes zijn dat. En die draai je om. En daardoor kun je die kleuren van kleur verwisselen. En het voordeel is dat er geen licht bij nodig is om het uit te laten stralen. Dat is ook de reden dat het bij e-readers altijd gebruikt wordt. Dan is het rustig voor het oog. Ja. Dat is bij auto's ook zo. Zodat je niet één grote lichtbol die overstraalt. Ja, dat zou niet helemaal goed zijn, nee. Het is een beetje James Bond-achtig, hè? Het is wel een beetje James Bond. Ja, en ik vond veel van de dingen die getoond werden ook best wel veel James Bond-techniek bij zitten. Ook wat aantal auto's die ik zag. Ik zag zelfs een auto waar je helemaal in kon wonen en in kon leven. En we alles in personal assistant zat erin. Dat is wel echt 2.0 tiny house. Die was toch gek nog niet, hoor. Hem inderdaad, ja. Ja, ik heb daar niet heel veel over gelezen, maar ik zag het kort voorbij komen. Nou, dat is allemaal. Het is echt Jetsons wat ik zie. Dat klopt ook, ja. Ja. Dat is leuk, dat Jetsons. Maar is dit ook echt functioneel? Ja, het is dat is ook wat ik aangeef. Het zijn een beetje concepten wat ze laten zien. Van dit kan met de techniek die we nu hebben. Misschien in de toekomst wel dat je daarmee kunt reizen of zo. Maar ja, het is... Het zijn voornamelijk leuke gadgets die je die hebt. En de mensen staan daar op die beurs om te hopen dat er iemand instapt met heel veel geld. En dat ze het dan kunnen verder gaan ontwikkelen. Ja, zoals dat ooit klopt. Een keer met dat water, restwater. Waar als je doucht, opgevangen wordt weer gezuiverd. En dat kun je weer opnieuw gebruiken. Daar zijn we heel lang mee bezig, hè? Ja. Daar is het eigenlijk voor. Maar los van dit zijn er ook heel veel andere dingen gepresenteerd. LG heeft een aantal mooie nieuwe tv's laten zien. Ook elk jaar zie je toch wel dat de televisiefabrikanten weer iets zoeken om toch weer de consument aan te kunnen spreken. Maar wat is er bijvoorbeeld dan iets nieuws van de nieuwste televisies die we gaan zien? Nou, LG heeft een Objet TV gepresenteerd. Objet TV, dat is een tv voor mensen die eigenlijk een hekel aan televisies hebben. Tenminste, hoe ze eruit zien. De voorkant van de tv is een soort van stoffenlaag. En daar kan de tv kan daar uitschuiven. Waar zorgt het voor dat als je de tv niet gebruikt, dat je gewoon helemaal niet ziet? Of dat je alleen de bovenste rand ziet. Nou, het mooie daarvan is dat je daar wat notificaties kunt laten zien, maar misschien ook het weer of de tijd of iets anders wat je erop wil zetten. Dus dat was wel interessant. Ook is er een televisie laten zien met de camera erin. Nou, het idee was dat je dan bijvoorbeeld thuis met je huisarts kunt videobellen. Ja. Alsof je net in de huiskamer is. Dus dat is misschien ook in deze tijd een mooi concept. Mm-hmm. En wat ik ook wel erg mooi apparaat vond, was een beamer die Samsung heeft gepresenteerd. Het is een 3-in-1 beamer, een projector, die eigenlijk voor de consumentenmarkt is. Het leuke van die beamer is dat je er natuurlijk gewoon een film mee kunt projecteren op de muur. Maar de houder waar die in zit is verwisselbaar. En zo heb je een houder bij zitten die ook een speaker ingebouwd heeft. Dan is het gewoon een wireless speaker. Kun je als het zo gebruiken. Er is ook een houder met een fitting erin. Dan kun je hem in een lampenhouder kun je hem dan draaien. En dan kun je het op een tafel projecteren. Dan kun je ineens van je tafel een smart tafel maken. Dus dan kun je dingen mee bedienen. Mm-hmm. Dus dat is ook wel heel erg mooi. En daarnaast kun je er ook een soort van laag overheen zetten. Waardoor de lamp is. Het is eigenlijk 3-in-1. Je kunt er alles mee doen. Is er één ding waarvan je zegt, ja, dat is nou echt super functioneel. Dat gaat klapper worden. Ja. Dat gaan we allemaal hebben over een jaar of twee. Nou, dat weet je nu nog niet. Nee, dat weet je natuurlijk niet. Maar de foldable displays, die beginnen nu echt wel een stap te zetten. Ik heb het al heel vaak besproken hier. Ja. Maar ook is Samsung nu weer een nieuwe variant laten zien. Dat is de Samsung Galaxy Flex G en de Flex S.
Het mooie ervan is dat die ook naar binnen kunnen vouwen. Dat je ook een soort van doorzichtig scherm erin hebt zitten. En dat je eigenlijk als je hem uitklapt een enorme tablet hebt. En ja, een paar jaar terug waren dat echt wel ideeën van, oh, dat gaat nooit komen. Maar nu begint het echt wel dichtbij te komen. Want ze hebben natuurlijk nu ook al eentje op de markt. Samsung die gaat het weer proberen met vouwbare toestellen. Ik loop er zelf nog niet heel erg warm voor. Ja, ik zie dit. Nou ja, goed. Wat vind jij ervan, Bernie? Ja, ik vind het wel erg mooie toestellen. En ik zie ook steeds meer functionaliteit erin ontstaan in die toestellen. Nou, we hebben het net eigenlijk al een beetje over gehad over die toestellen. Ja. Ze hebben er twee concepten gepresenteerd. Of zelfs drie concepten gepresenteerd trouwens. Ik was er even vergeten. Nou, achter ons zie je natuurlijk een toestel wat zich naar binnen vouwt als een S. Dat heet ook de Flex S. Mm-hmm. Er is nog steeds een gedeelte van het scherm aan de buitenkant zichtbaar. Maar ook buitenkant is een beetje telefoon. Binnenkant is dan wat je op internet hebt. Rechts kun je dan bijvoorbeeld andere dingen zetten. Ja, Facebook-achtig of zo. Ja, of notificaties bijvoorbeeld. Ja. Dus je kunt dat toestel helemaal ronddraaien in je handen. En een stukje doorzichtig. En een stukje doorzichtig om dat gedeelte van het scherm weer te kunnen zien. Hij is daar werkend gepresenteerd, dus het toestel kan gewoon geproduceerd worden. Naast deze hadden ze ook nog de Flex Slidable, of Sideable heet hij trouwens. Ja. Dat is een toestel waarbij het scherm aan de zijkant uitschuift. Vorig jaar is LG er al mee bezig geweest om dat als toestel uit te brengen. Maar LG is natuurlijk vorig jaar gestopt met het maken van toestellen. Dus ik denk dat Samsung nu hier een gat in de markt in ziet. Wordt het niet heel stoffig dan, als je dat... Nee, want het rolt naar buiten. Oh, het rolt? Ja, het rolt. Dus een oprolbaar scherm wat erin zit. En dan kun je bijvoorbeeld, als je een app open hebt, dan kun je het scherm uitschuiven. En aan de zijkant kun je dan een andere app openen, of kun je een andere app kiezen bijvoorbeeld. Ja. Maar bang voor schermen die kapot gaan, dat hoeven niet meer te zijn. Want dat is inmiddels dusdanig goed gemaakt. Dat is eigenlijk wel allemaal opgelost. Ja. Er is natuurlijk heel erg misgegaan met de Samsung Galaxy Fold 1 destijds. Ja. Ja, die ging heel snel kapot. En daar hebben ze nu nog steeds last van. Nou, wel minder. Wel veel minder. Want maar niet meer last dat ze breken, maar dat imago is natuurlijk wel een beetje aangedaan. Ja, want het is natuurlijk enorm in de media geweest destijds. Want ze namen natuurlijk een enorme stap met het uitbrengen van die toestellen toen. Dus de camera's waren ook op ze gericht daarin. Ja, maar ze hebben dat allemaal op kunnen lossen. Want ze hebben nu ook aan de binnenkant hebben ze speciale haartjes zitten om te voorkomen dat er stof inkomt aan de zijkant. Er zit een extra beschermlaag overheen. Okay. Dus het gaat helemaal goed komen met die toestellen. En ik denk dat we van dit toestel misschien in het najaar wel de eerste kunnen verwachten hier. Van die Flex S en die G. Het zijn niet alleen maar leuke gadgets voor mensen, maar ook voor honden, zie ik. Ja, ja. Ik moest er heel erg om lachen. Die band. Ja, dat is een smart hondenband. Mag je ook gebruiken voor je kat als je daar behoefte aan hebt. Wat je er eigenlijk mee kan doen is de gezondheid trekken van je huisdier. Dus de hartslag bijvoorbeeld kun je dan zien. Maar je kunt ook zien hoe die ademhaalt, hoe zijn bewegelijkheid is. En die app die kan je dan waarschuwen van, hey, kijk uit, je hond of kat die beweegt niet genoeg of die heeft een lage hartslag. Zeg, ga er een smartwatch voor je hond. Ja, die bepaalt het dan, die is de dokter. Ja. Het is heel bijzonder. Ik denk, waar moeten we het dan over hebben? Nou, het bijzondere is dat bij de smartwatches die we hebben, wordt het al gemeten bij ons natuurlijk. Alleen dat zijn optische sensoren. Dus door middel van licht wordt het door je huid heen gekeken. Ja, bij een vacht kan dat natuurlijk niet. Dus er is speciaal hiervoor een nieuwe techniek ontwikkeld die er wel voor kan zorgen dat je de hartslag van je hond gewoon goed kan opmeten. Oh. Is dat dan ook niet iets voor mensen? Want bij mensen is het ook vaak nog wel eens dat je zegt, het is niet helemaal nauwkeurig, denk ik. Nee. Nou, tegenwoordig met de nieuwste smartwatch is het al wel redelijk nauwkeurig. Want je kunt tegenwoordig ook een ECG maken, dus een hartfilmpje. Ja. Die is goedgekeurd wordt door de huisarts. Ja, sommigen meten zelfs de saturatiewaarde in je bloed. Ja, dat klopt. Die is nog niet zo knap, betrouwbaar. Ja. Nee. Die is bij mij ook wel eens op 80 geweest. Ik moet ik eigenlijk wat mij moet maar hangt meer van de dag en tijd superbaar. Ja, wat je aan het doen bent, ja. Ja. Vreemd dat het gaat over hetzelfde gaat. Waar ik het eerst maar, ik heb niks gezegd, hè? Dit keer dan? Nee, ik was een paar weken was je er niet. Dus, we moeten wat inhalen. Ja, we moeten wat inhalen. Ja. Ja. Okay. Maar wat er ook in zit is trouwens GPS. Dat was de eerste waar ik aan dacht. Van ja, er moet ook wel GPS zitten. Als je hond wegloopt. Ja, als je hond of kat kwijt is, dan kun je wel zien waar die is. Dus dat als je hond veel losloopt en zo. En bijvoorbeeld in duingebieden en dergelijke. Als je bij het strand wordt. Ik denk dat op sommige plekken, of als je naar het bos gaat, is prima. Ik zou hem niet altijd om zijn hals doen. Nou ja, het is wel om te meten natuurlijk hoe zijn gesteldheid is. Want een hond kan niet zeggen, ik voel me niet zo lekker, ik moet even naar de dokter toe. Het enige waar ik een beetje bang voor ben is De betrouwbaarheid ook. Ja, de betrouwbaarheid dat je niet te gefocust wordt op dingen. Dat is ook al bij de mensen. Ja, dat je misschien dat er misschien niks aan de hand is en dat je weer naar de huisarts gaat. Of die juist belast met die zorg. Dus dat de vraag is of het wel echt nodig is. Ja. Okay. Naast dit is er nog meer op de markt gebracht om je hond ook te volgen. Dat vond ik wel heel erg interessant. Wisten jullie dat elke hondensnuit uniek is? Hondensnuit. Hondensnuit, ja, de hondenneus. Ja, dat is uniek. Nou, ik vind niet zo in de honden. Nee, ik eigenlijk ook niet hoor, maar ik wist het toen ik het artikel las. Het zal wel, bij mensen is natuurlijk ook geen enkele neus gelijk. Ja,
Ja, elke neus heeft een soort van vingerafdruk erin zit. Zoals dat ook bij de, mente, de, bij de mensen eigenlijk bij de ment, is. Ja. Bij de mens, ja. Er is een app ontwikkeld. En die app, daarmee kun je eigenlijk de hondenneus inscannen. Dan kun je delen in een database. En op het moment dat je hond kwijt is, en iemand anders heeft die app ook, dan kun je dus kijken of die hond van die persoon is. Dus ja, ja. Je maakt een soort van online profiel van je hond door middel van zijn snuit. Martin Gassen zei het vroeger al, hè? Die had een natte neusenshow. Ja, weet je dat nog? Neusje, ja. Ja. Maar dat is geen gezichtsherkenning, maar dat is meer neusherkenning. Neusherkenning is het. Ja, misschien kun je het ook wel gebruiken om je telefoon te onlakken. En je weet wat ze zeggen, hè? Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Ja, dankjewel.